De bus- en boothouders verbonden aan het Nationaal Vervoersbedrijf NVB blijven in actie. Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat deze week nog de achterstallige gelden zal worden overgemaakt. Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS, zegt dat de actie pas opgeheven wordt wanneer de betalingen op de rekeningen van de bushouders en bootsmannen staan. Hij geeft aan dat de directeur van transport, Estria Noordzee, hem in het weekend een bericht heeft gestuurd dat de betalingen deze week plaatsvinden. Echter is deze mededeling vaag voor de bus- en bootorganisatie. Nou, het enige wat ik heb gehad is zaterdag, moet ik zeggen, heb ik een app gehad van de directeur van TCT, dat is mevrouw Noordzee, waarin ze me aangeeft dat deze week er gestart wordt. Maar wanneer van deze week heeft ze niet gezegd? Dat heeft ze niet gezegd. Dus ik heb haar gezegd, we kijken er naar uit. Zolang dit gestart is over september, over reguliere september, de mensen die de reguliere dienst hebben verzorgd en de mensen die de verpleegsters rijden, nou de verpleegsters, zorgpersoneel, die hebben vanaf vorig jaar november geen ontvangst gehad of geen betaling gehad. En wanneer die twee zaken betaald zijn, dan gaan we dat, dus dan eventueel opschorten. Directeur Noordzee verzekert dat deze week de bushouders en bootsmannen verbonden aan de NVB uitbetaald worden. De stukken hiervoor zijn volgens haar reeds gestuurd naar het ministerie van Financiën. Deze week zullen de stukken daar opgestuurd moeten worden naar de bank. En dan gaat de bank dat moeten verwerken. Door de middelen te storten op de rekeningen van de diverse boothouders en bushouders. Oké, maar weet u misschien wanneer van deze week? Nee, ik weet niet precies wanneer. Directeur Noordzee zegt ook dat deze actie het openbaar vervoer in ons land niet echt remt, omdat de particuliere bussen ook hun diensten verlenen aan de gemeenschap. De NVB bussen en boten zijn nu al bijna een week in actie. De transportdirecteur geeft verder aan dat het ministerie met de belanghebbende organisatie werkt aan nieuwe tarieven voor de particuliere bussen. Ja, niet van het openbaar vervoer. We hebben ook de PLO-bussen toch die normaal rijden. En is er dan misschien een vervanging voor het vervoeren van het zorgpersoneel? Niet dat ik dat weet. We zijn hier helemaal in onderhandeling met PLO. En we gaan richting het einde van de onderhandelingen. En dan zal er dus gezamenlijk een prijs worden vastgesteld. Estrella Noordzee, directeur transport van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Ze heeft geen indicatie wat de nieuwe tarieven zullen zijn voor de particuliere bussen. Ze geeft wel aan dat wanneer het ministerie zover is, de gemeenschap op tijd geïnformeerd zal worden.